Ik vind de HPV-prik belangrijk omdat ik het goed vind dat meisjes op deze manier worden beschermd tegen baarmoederhalskanker in de toekomst. Op een manier die anders niet mogelijk is. Zelf heb ik de prik ook genomen en ik moet nog voor mijn tweede prik. Wat er allemaal gebeurde, ja, dat was zo voorbij. Ik was met mijn moeder aan het praten en de vrouw die de prik gaf, die zei opeens: het is klaar. En ik heb er echt bijna niks van gemerkt. Maar ik was wel bang voor wat er na zou komen, want ik had ook verhalen gehoord dat je heel veel spierpijn zou krijgen. En dat je dan de hele dag niet meer zou kunnen schrijven en niks meer zou kunnen doen. Maar uiteindelijk viel dat allemaal heel erg mee. En ik kon gewoon alles doen eigenlijk wat ik wilde. En je voelde het wel, maar het was gewoon alsof je een beetje spierpijn had van gym of van een hockeywedstrijd. Baarmoederhalskanker komt door een virus. Het virus heet HPV. Als dit virus jarenlang in je baarmoederhals zit, kan het daar soms kanker veroorzaken. Om je hiertegen te beschermen, kun je prikken tegen HPV krijgen. Eerst iets meer over HPV. Bijna iedereen raakt in zijn leven besmet met HPV, zowel jongens als meisjes. Je krijgt het virus heel makkelijk van iemand anders via seks. Het zit vooral op de slijmvliezen en huid van penis, vagina en anus, maar kan tijdens het vrijen bijvoorbeeld ook op je mond, je vingers, je onderbuik en je billen zitten. Een condoom beschermt wel wat, maar zeker niet helemaal tegen HPV. Heb je het virus van iemand gekregen? Dan ruimt je lichaam het virus meestal vanzelf weer op, zonder dat je er iets van merkt. Soms lukt het je lichaam niet om het virus op te ruimen. Dan is er een kans dat het virus afwijkingen in de cellen van je baarmoederhals maakt. Dan kan er soms na jaren baarmoederhalskanker ontstaan. Wat kan de prik voor je doen? In de prik zitten nagemaakte deeltjes van twee virussen, HPV 16 en 18. Die twee soorten veroorzaken samen 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. De HPV-prikken beschermen dus niet 100% tegen baarmoederhalskanker. De bescherming tegen HPV 16 en 18 duurt zeker 5 jaar en waarschijnlijk veel langer. Nou, wanneer kun je de prikken krijgen? Het beste is het als je de prik krijgt ruim voordat je voor het eerst seks hebt. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden een uitnodiging om 2 maal een prik tegen HPV te halen. Tussen de eerste en de tweede prik zit ongeveer 6 maanden. Heb je de 2 prikken gekregen? Dan ben je beschermd tegen HPV 16 en HPV 18. Ben je ouder dan 13 jaar en wil je je ook beschermen tegen HPV? Dat kan. Bel dan even met je huisarts. Misschien heb je al vaker seks gehad en denk je dat de prikken geen zin meer hebben. Maar ze hebben nog wel zin. De kans is namelijk erg klein dat je meteen al beide soorten HPV gekregen hebt. De prik zelf voel je bijna niet. Wel kan je arm erna een paar dagen gevoelig zijn. De huid kan op die plek ook wat rood worden, een beetje gaan zwellen of wat jeuken. Heel soms kan je 1 of 2 dagen wat last krijgen van buikpijn, misselijkheid, moeheid, hoofdpijn of koorts. Het is gewoon, de prik geeft extra bescherming en ik zou niet willen dat mijn vriendinnen later ook ziek zouden worden. Juist door die prik te nemen wordt dat minder en heb je dus meer kans dat je gewoon gezellig met elkaar nog later kan leven.